Wij zijn YB. Wij staan voor plantaardig eten met een doel. En ons grootste reductiepunt, pijnpunt, is dierlijke zuivel. Het hele systeem is natuurlijk, op hoe je het ook bekijkt, stuk. Dat centje meer of minder maakt mij geen zak uit. De juiste mensen om je heen verzamelen. Niet te snel willen groeien. Daar zijn we echt wel mee op ons bek gegaan. Cijfer jezelf niet weg. Ik moet dingen doen waar ik wel energie van krijg. Anders moet ik hiermee kappen. We staan nu aan de vooravond van enorme groei. Hoe bouw je vanaf helemaal niks een miljoenenbedrijf op en maak je de wereld tegelijkertijd een stuk mooier? Dat zie je nu in deze aflevering, waarin ik in gesprek ga met Wouter Staal van YB. Welkom bij 7D-TV. Wouter, van harte welkom. Ja, leuk. Ik zeg YB. Ja, goed man. Je zei het in één keer goed. Ja. Maar het heette Yogurt Barn, right? Ja. Begin daar eens even mee. Waarom de naamswisseling? Wij wilden vanaf dag 1 al goed doen. Dus we zijn begonnen met biologische zuivel. Een paar weken voor opening geswitcht van leverancier, want het voelde niet goed, was niet biologisch. Ja. Toen was plantaardig nog amper iets. Maar die connotatie van yoghurt is altijd dierlijk. Ja. Yogurt Barn. Ja. En gaandeweg onze ervaringen in het goed doen en hoe groter je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je moet pakken, vinden wij. Dan hadden wij zoiets van, ja, fuck. Yoghurt. Die naam klopt niet meer. Ai. Ja. Ook echt met slapeloze nachten en Esther ook vooral. Zij is hoofdethiek bij ons. Ja, en je vrouw? Wel, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus die had echt zoiets van, ja, we gaan nu zoveel zuivel betrekken. Maar er zit altijd een zwart randje omheen. Omdat het heeft het met dieren is. Te maken. Ja, daarom. Dus denk, als je die filmpjes over kalfjes en na de geboorte, en dat wil je eigenlijk niet weten. Maar we moeten onze ogen niet sluiten. Dus yoghurt, barn, klopt gewoon niet meer. Maar we zijn heel trots op alle switchen die we hebben gemaakt met die ervaring vanuit yoghurt barn. Dus dat ga je niet weggooien. Er kwam ook nog een wetgeving aan vanuit de Europese Commissie van de link met yoghurt mag je niet leggen als het plantaardig is. Dus plantaardige yoghurtvariatie en al die moeilijke dingen en verpakkingen die niet op yoghurt mochten lijken. Oh, ja. Dus dat hing boven ons hoofd. En we hadden nu zoiets, oké, nu is de kans. We gaan nu naar retail, we gaan naar het buitenland. Hoe moeilijk het ook is, ja, dan moeten we naar YB. Kill your darling. Ja, ja. En we gaan van dierlijke zuivel naar plantaardig. We gaan van yoghurt bar naar YB. Dit is wel het moment. Het momentum. YB, voor de mensen die het kennen, laten we met vandaag beginnen. Waar staan jullie nu? Dan wil ik zo meteen met je terug, want je hebt natuurlijk een prachtig ondernemersverhaal. Toch nog even terug naar hoe start je nou zo'n bedrijf? Ja. En met name, hoe groei je daarna? Maar laten we eens beginnen bij vandaag de dag. Waar staat YB nu? Ja, wij staan nu eigenlijk in plaats van dat wij alleen maar een horecabedrijf zijn, wat yoghurt verkoopt, wat we eigenlijk de afgelopen jaren waren. Hebben we nu een missiegedreven merk, YB, met 3 bedrijfsonderdelen. Eentje onze eigen barns, 13 in Nederland. Die runnen we zelf. 13. 200 man personeel, hele organisatie, eigen verlies en winst. Allemaal aparte BV's, dus die houden hun broek op. En dat, prima. Geen franchise? Nee. Okay. Die zijn allemaal in eigen beheer. Okay. Nummertje 2 is wel franchise, maar dat is master franchise, dus niet... Jij wil hier heel graag een barn openen, omdat je met je vrienden graag 's ochtends yoghurt wil eten. Dus dat lijkt je leuk. Mm-hmm. De lokale franchise, papa en mama franchise noem ik het even. Mm-hmm. Daar zijn wij niet voor gemaakt. Dat hebben we een paar keer geprobeerd. Gaan we haar recht overeind staan, gaan we niet doen. We hebben nu met Autogrill, een van de grootste food operators op travel locaties. Dus airport, railway. Als je naar Italië gaat, zie je alleen maar Autogrill staan. Mm-hmm. Langs de weg ook. Ja. Daar hebben we nu... de eerste franchise barn mee geopend op Brussel Centraal. Met de insteek om in heel België uit te rollen. Op de airport, op de railways en daarna ook de andere landen. Oké. Dus dan exploiteer je eigenlijk je merk en je format en blablabla. Maar het wordt gerund door Autogrill? Door Autogrill. Okay. En zo zijn we ook met soortgelijke partijen bezig om in eigenlijk heel Europa uit te rollen. Op met name dat soort locaties. Dus dat is de tweede tak. Ja. En de derde tak is dat we nu dus bij de Albert Heijn en bij de Jumbo en bij de Plus en bij de kiosk met onze eigen producten liggen. En daar zijn we nu. We hebben een deal met een distributeur in Engeland. We zijn met Frankrijk, Scandinavië, Duitsland, België bezig om ook onze producten daar te krijgen. Dus het idee is, wij zijn YB. Wij staan voor plantaardig eten met een doel. Zodat jij je lekker voelt en de wereld een stukje beter eet, zeg maar. Ja. En daarmee zijn we B Corp certified, 1% for the planet, klimaatpositief gecertificeerd. Dus alles wat we doen is zoveel mogelijk transparant. Klopt wat we zeggen, want dat kun je allemaal terugvinden.
En daarmee zorgen wij ervoor dat, dat we positieve impact maken. Dat is ons doel. En ja, we staan nu aan de vooravond van enorme groei. Op al die drie onderdelen. Ja, hey, en verdien je al een beetje geld? Ja. Ja, dat komt eigenlijk door de manier waarop we gestructureerd zijn in het verleden. Want we zijn met angel investors begonnen. Mm-hmm. En daarna met de bank erin en weer met angels. En wij moesten altijd EBITDA draaien. Gewoon moet. Ja. En, dus ik heb ook deze wel winst. Ja, ja. Want we hebben niet een oneindige stroom aan, financiering. Dus dat was altijd een must. Ik wil niet zeggen dat het altijd gelukt is. Want we hebben ook enorme groei meegemaakt. En dan moet je gewoon veel investeren. Mm-hmm. Maar de meeste barns waren vanaf dag één operationeel winstgevend. Dus ja, nou, als je dan niet te veel investeert, dan ben je al vrij snel op EBITDA positief. Mm. Dus dat hebben we ook de meeste jaren gedraaid. Dan kijk je af en toe wel eens van, fuck, had ik maar wat minder op EBITDA gezeten. Want ik had zoveel meer puntjes op de i willen zetten. Mm. Gewoon de dingen echt goed willen aanpakken. Qua branding, qua personeel, qua productontwikkeling. Qua heel veel dingen deden we erbij, zeg maar. Maar we hebben pas nu een HR iemand in dienst. Dat deden we er allemaal bij. En we zijn nu op zoek naar een product manager. En deden we er allemaal bij. Allemaal vanuit kostenoverwegingen. We moeten plus draaien op het ja, eind. Ja, dus nu zijn we eigenlijk op het punt van ja, leuk en aardig. Maar daar gaat het niet meer om. We willen gewoon nu groeien. Die kansen zijn er nu. En juist met die drive naar positieve impact. Moeten we nu de juiste mensen. Er starten nu twee sales managers bij ons. Om dat retail stuk in binnen- en buitenland. In food service en in food retail. Om dat echt gas te gaan geven. Ik kan dat er niet meer bij gaan doen. Ik moet aan het bedrijf werken en niet in het bedrijf. Mm. En die switch hebben we nu echt wel gemaakt. Want en met hoeveel mensen maak je dan nu het beleid? Laat ik zeggen, wie zijn de eigenaren nu van YB? Los van jij en je vrouw, Esther. Ja, ja, wij dus inderdaad met z'n tweeën. Hebben jullie de meerderheid nog of niet meer? Wij hebben nu nog de meerderheid. Ja. MGF, MBO Groeifonds, die zitten erin met een minderheidsaandeel. En we zijn vanwege de move van een BV naar een coöperatie, waarbij we nu zo'n 2.000-3.000 certificaat aandeelhouders zijn. Je bent een coöperatie geworden. Wij zijn een coöperatie geworden. Leg eens uit voor mensen die nu zitten te kijken, denken: wow, wacht even, ik hoor wel eens BV of eenmanszaak of ja. ZZP'er, maar een coöperatie, wat is dat dan? Coöperatie kennen we natuurlijk allemaal vanuit de Rabobank of vanuit de Coop of de Odin. Dat zijn allemaal coöperaties. Dat is eigenlijk een oud juridisch model, wat nu wel weer opkomt, omdat je doet dingen samen. En wij staan voor positieve impact. En wat we ook merken met al onze partners, kun je samen veel meer impact maken dan wanneer je het alleen doet. Mm-hmm. En in die hoedanigheid past een coöperatie heel goed bij ons, omdat we met onze ambassadeurs het verhaal veel beter kunnen vertellen. En een coöperatie is waarbij alle aandeelhouders, certificaathouders zijn dat, die zijn leden van de coöperatie. En samen draag je dan zeg maar het eigenaarschap van het bedrijf. Dus wij houden de BV-structuur eronder nog gewoon intact. Maar daarboven komt de coöperatie met onze aandelen. En weer Groeifonds heeft daar de aandelen. En de leden van de coöperatie daarbij ook. En dat zijn dat alleen maar angels? Of zijn dat dan ook mensen als jij en ik? Jij en ik. Vanaf €250 kun je gewoon investeren. En heb je een certificaat. Heb je 250 certificaten in dit geval. Ja, ja. Tot een ongelimiteerd. En is dat ook een financieringsmodel? Dus? Ja, ja zeker. Ja, ja, een soort want crowdfunding eigenlijk. Het is eigenlijk crowdfunding op aandelen. Ja, dus in plaats van op lening, wat crowdfunding eigenlijk is, is dit op eigenaarschap. Waarbij je dus instapt met aandelen en een bedrijfswaardering. En die bedrijfswaardering gaat als het goed is door die investering omhoog. Mm-hmm. Omdat je daarmee geld vrij hebt om te investeren in groei. Mm-hmm. En die bedrijfswaardering gaat dus mee. En als dat meer wordt, wordt jouw aandeel meer waard. Interessant. Ja. Hey, en waarom niet gekozen voor, want je zegt je hebt nu 13, je hebt je behoorlijk gevestigd vanuit helemaal starten met niks naar waar je nu staat. Ook een mooi moment. Ik had hier recent Kees Kruithof van Live Kindly in de bank zitten. Voor de mensen die het willen zien, daar niet nu kijken, maar daar het linkje en ik zet hem in de beschrijving voor straks. Die is natuurlijk heel hard aan het bouwen en vooral ook aan het kopen. Heeft dezelfde missie, denk ik. Zeker, lijkt het voor jou, hè? Alles plant-based en goed voor de wereld, bla bla bla. Waarom niet verkopen aan zo'n partij? Is nu nog echt te vroeg. Mm. Ik sluit het niet uit, hoor. Maar het is gewoon nog te leuk om op deze drie bedrijfsonderdelen
te knallen en te leren. Als je kijkt hoeveel we leren elke dag. En hoe je eigenlijk geforceerd wordt, dat is misschien het verkeerde woord, of in staat wordt gesteld door de juiste mensen aan te nemen als een sales manager voor retail, of dat hele retail traject. Vanaf september 2021 lagen we dus bij de Albert Heijn en de Jumbo, et cetera. Ja, dat spelletje heb ik nog nooit gespeeld. Super tof om dat te leren. En nu weet ik, dat is echt niet mijn spelletje. Echt. Nee? Want? Nou, het is gewoon niet leuk. Op de punt komma ga je tot 's avonds laat en ik hoorde altijd van onze partners van in april zijn we nog met de jaardeal van het lopende jaar bezig. Ik denk, waar heb je het over? Geef er een klap op. Ga met elkaar een biertje drinken en klaar. Door, ja. Maar nu merk ik dus, de category manager aan de andere kant van die tafel, die wordt dus op hun marge afgerekend. En goed ook. Die houden voet bij stuk. En die zijn daarop gebouwd. Dat zijn echt van die mierenneukers, mag ik niet zeggen. Maar punt komma, helemaal vinden ze echt fantastisch. Ja, ik niet. Ik wil samen impact maken. En dat centje meer of minder maakt mij geen zak uit. Nee. Moet ik niet zeggen, want dan pakken ze hem. Maar ik zeg ook tegen iedereen van, joh, ik ga geen kickbacks geven. Want dit is de inkoopprijs, dit is wat het is. En we gaan er wat moois van maken. En natuurlijk gaan we campagnes doen en leuk. Maar er is een verhaal te vertellen. En ik ben B Corp, dus waarom ga ik jou dan extra belonen? Volgens mij moeten we allemaal geld verdienen en jij niet meer dan ik. Dus dan dat is een hele leuke daar discussie. Daar moet iemand tussen dus. Want, nou, want je wil er wel liggen in die retail. Ja, nee, tuurlijk. En we liggen er ook. En dat is wel grappig, want je kent eigenlijk wel iedereen overal. Dus je doet een belletje. YB, Yoga Barn, moet je dan altijd nog zeggen. We komen met plantaardig. Oh ja, deuren open. En in twee videobelletjes lig je. Maar dan gaat het spelletje pas echt spelen. En dat is echt, ja, daar moet je voor opgeleid zijn en ervaring in hebben. Dus daar hebben we die mensen nu voor nodig. Jij zegt, jullie waren altijd al biologisch en met de natuur bezig en de wereld verbeteren. Jij zegt nu, je gaat over naar compleet plantaardig. Dat betekent dat je afscheid moet nemen van een aantal producten. Want je verkocht gewoon yoghurt en dat is vaak dierlijk, toch? Ja, ja, ja. Dus die omslag heb je nu 100% gemaakt. Je bent compleet plant of gaat dat? We hebben toen wij klimaatpositief werden in 2020, hebben we gezegd van we maken, omdat we alles meten, reduceren, daar ligt de focus op en overcompenseren. En daarmee zijn we klimaatpositief. Ja. Want wij nemen meer broeikasgassen op dan uitstoten. Die focus ligt op reductie. En ons grootste reductiepunt, pijnpunt, is dierlijke zuivel. Ja. En bij andere restaurants is dat rood vlees. McDonald's zegt, we moeten van rood vlees, we moeten naar wit vlees, we moeten naar vis, we moeten naar plantaardig. En die switch. Wij maken in één keer die stap. We waren al 100% vegetarisch. Alleen wij merkten dat bijvoorbeeld gebak was een heel groot stuk in onze uitstoot. Frozen yoghurt is een dierlijk product en dubbel bewerkt. Want het is eerst zuivel en daarna wordt het voor een ijsmix gemaakt. Mm-hmm. Die moest eruit. Dus in die 2 jaar tijd hebben we bijna al onze producten omgezet naar plantaardig. Of zelf ontwikkeld of speciaal ingekocht. En we hebben nu nog op dit moment 3 dierlijke zuivel. Dus dat is de koffiemelk voor opschuimen, voor je cappuccino. Dat is de barn yoghurt, maar dat is de skeer van Arla, biologisch. Dat is gewoon een hele lekkere kwark, zeg maar, wat je gewend bent. Ja. En een volle yoghurt. Okay. Maar we hebben gezegd, we bestaan 10 jaar in september 2022. Dan gaat alles eruit, zijn we 100% plantaardig. Ja. En alle nieuwe dingen, dus die franchise locatie in Brussel, alle producten in retail zijn al 100% plantaardig. Plant-based. Okay. Ja. Hey, ondernemerslessen. Ooit deed jij iets anders of zo, denk ik, hè? Ja, nou ja, ik heb wel iets gedaan. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment kwam er een idee. Nou, dat verhaal moet iedereen maar googlen. Hoe op een gegeven moment met z'n tweeën dachten van, nou, we gaan met Yoghurt Barn starten. Als de ondernemers nu zitten te kijken, zijn veel jonge ondernemers die ik ook spreek, die denken, ik wil heel graag ondernemen. Maar ja, ik heb geen idee. En hoe moet ik nou beginnen? Hoe moet je nou beginnen als ondernemer? Geforceerd kan dat denk ik niet. Ik wil heel graag ondernemen, maar ik heb geen idee. Meestal gaat het andersom. Je hebt een idee en dan denk je, dan ga ik maar ondernemen. Zo. Mm. En dan moet je uit je comfortzone stappen. En de meeste mensen durven dat niet. Want in jouw geval betekent gewoon een baan opzeggen. Ja. Ja, dat was voor ons allebei. En dat is dus dubbel erg, want je hebt allebei een inkomen. Ik zat bij Philips, Gouden Kooi, ST Fysiotherapeut, was daarvoor opgeleid. Die kan dan niks anders, zeg maar. Dat is dan de gedachte. Ja. Dus hoe stap je daaruit met een idee? Dus je wordt gedreven door een idee. Bij ons vanuit een vakantie, wat heel vaak is natuurlijk. Ik doe daar een idee op, dat breng ik naar Nederland. Ik vertaal het en dat loopt of niet, maar dat merk je vanzelf wel. Mm-hmm. Maar die keuze moet je al genomen hebben. Ik ga stoppen met mijn Gouden Kooi. En heel veel mensen durven dat niet. Dus ook heel veel mensen komen dan naar me toe van, ja, ik had ook dat idee. Mm.
ja, had het dan gedaan. Ja. Maar wat brengt jou dan? Wat maakt jou dan diegene die dat idee dan wel gaat uitvoeren? Nou, het begint met een passie, dat je jezelf daarin kan vinden. En niet dat ik passie heb voor eten of voor koken of voor yoghurt of iets in die richting. Maar het was toen de tijd in merk bouwen en je eigen verhaal creëren en daar mensen blij mee maken, enthousiasmeren. En dat was voor ons meteen al onlosmakelijk verbonden met goed doen. Dus dat was voor ons eigenlijk de trigger. Maar wel in een commerciële context? Altijd. Ja, want... Je kan het goed doen en de commercie daar laten. Ja, ik zou nooit een goede doelenorganisatie kunnen oprichten of zo. En misschien ook wel, als ik nu terugkijk. Maar het moet wel altijd een soort van succescomponent hebben. Ja, zo ben ik opgeleid met mijn MBA en mijn Nike en bij Philips. En dat is toch van, je wil streven naar een vorm van succes. Mm. Maar dat kan, als ik er nu over nadenk, ook bij een goede doelenorganisatie zijn, ja, dat je juist mensen helpt. Ja, maar misschien moeten we dan wel naar een heel nieuw economisch model. Nou ja, het hele systeem is natuurlijk op hoe je het ook bekijkt stuk. Dus we worden geforceerd naar een andere manier van denken. En wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen. En dat geeft ons heel veel motivatie. En niet om uiteindelijk de meeste yoghurtjes van de wereld te verkopen. Dat interesseert mij geen zier. Nee. Dus als ik op mijn sterfbed lig en mijn kinderen zijn, is dat wat zij bij mijn grafreden zeggen. Dan denk ik van ja, dan heb ik toch echt wel gefaald. Ja. Wij willen de wereld een stukje beter maken. En met ons die rinkeling in de vijver, dat groter wordt. Dat is onze motivatie. En niet de partij die de meeste yoghurtjes verkoopt. Nee. Zeg maar. Nee. En dan ben je gestart en dan ga je een paar keer goed op je mel en alles, dat soort dingen. En dan, ik moet je zeggen, want in die tijd heb ik jou ook een keer gesproken, toen je eigenlijk aan het begin stond. En nu spreek ik weer en bang, er staan 200 mensen en 13. Hoe ben je die groei van, noem het even start-up, naar waar je nu staat? Wat zijn daar de belangrijke lessen in geweest? De juiste mensen om je heen verzamelen. Niet te snel willen groeien. Dat is echt wel een valkuil. Hebben wij natuurlijk ook gedaan. Dan heb je die strategische onrust van groei. Waardoor je eigenlijk dat wat je hebt vergeet. Maar daar verdien je je geld mee. Dat is je basis en daar leer je van. Dus daar zijn we echt wel mee op ons bek gegaan. Dat je je manier van... Wij hebben een vrij financieel intensief bedrijfsmodel. Ja. In bedrijfsmodel nummer 1. Ja, ja, precies. Je moet echt filiaal, je moet dingen huren. En ja, het inrichten is 2,5 ton, 3 ton. Ja. Per vestiging, keer 13. Ja, er zit echt heel veel geld in. Ja. En dan heb je ook nog je merknaam wat je moet bouwen. Er zit evenveel geld in. Dus dat kan niet zonder externe financiers. Of je moet wel echt een gespreid bedje hebben gehad. Ja. Dus... En dan is het heel gevaarlijk om meteen al, wat wij ook hebben gedaan. We hebben meteen al, volgens mij, 45% van de aandelen weggegeven. Ja, je hebt er geen ervaring mee als ondernemer. Ja. En dat was toen ook, crowdfunding bestond eigenlijk niet. Banken stonden niet, zeker niet voor horeca open. Dus dan kom je automatisch bij angels terecht. En je weet niet wat een aandeelhouderovereenkomst is, hoe dat werkt. En al, je hebt geen flauw benul. Ja. Dus die advocaat die dat regelt, stel je alle vragen. Ja, die rekening moet jij betalen, want elke vraag is €250. Tik, tik. Dus ja, is 45% van de aandelen voor niks? Ja, het is maar net aan welke kant van de tafel je zit. Ja. Cijfer jezelf niet weg. We hebben de eerste 2 jaar geen management fee getrokken. Ja, hoe dan? Dat kan toch niet? Nee. Ik ben daarnaast gewoon consultancy gaan doen. Ja, ja. Dus het is een fulltime job. En een fulltime consultancy, dat kan niet. En kindjes thuis. Nee. Dus zorg dat je één, verkoop je huid niet te goedkoop, zeg maar. Zeg je, zeker in de beginfase. Ja. En twee, zorg goed voor jezelf. Dus zorg dat het model zo snel mogelijk in staat is om jouzelf in ieder geval iets van een salaris uit te keren. Ja, en als jij aan tafel zit met angels of welke vorm van financiering dan ook, die twijfelt of jij wel salaris mag trekken, dan moet je niet met ze in zee gaan. Mm. Dat is nooit sustainable. Nee. Dus hoe klein het ook is, je moet wel, en dan moet je niet een ton gaan trekken, maar je hebt een minimum DGA-salaris. Ja, daarmee kun je wel een gezinnetje onderhouden. Ja. En dan kun je de eerste 2 jaar ook nog uitzondering voor vragen dat het lager is. Ja. Prima. Ja. Maar dat is wel het minimale. Dus cijfer jezelf niet weg, geef niet te veel weg in het begin. En kijk hoe je dus op andere manieren dan aandelen al aan financiering kan komen. Dus schuif dat zo ver mogelijk vooruit. Ja, precies. Zijn er momenten geweest, als je het eens even terugkijkt naar de afgelopen 10 jaar, zeg maar de dark moments? Dus dat zijn vaak de leermomentjes. Ja, nee, zeker. Dat is elke keer weer een wisseling van aandeelhouders geweest. Dat zijn wel dat je
Nou, dan ben je continu intern bezig. Mm. En dat is frustreert zo enorm dat je met advocaten en gezeik bezig bent om dingen op te lossen. Mm. Dat is helemaal niet leuk. Daar krijg je geen energie van. Dus in dat soort momenten besef je ook wel weer van, ik moet dingen doen waar ik wel energie van krijg, anders moet ik hiermee kappen. En je zei net ook van, ja, waarom verkoop je het niet aan Kees Kruithof? Ik krijg hier nu nog energie van. Ja. En we hebben altijd gezegd, en ik zit morgen dan de hele dag in de trein en onderweg naar Brussel. Als ik weer net als bij Philips elke week in het vliegtuig zit. Nou, één, het past niet bij het bedrijfsmodel. Het is gewoon niet duurzaam. Maar dat is niet meer voor mij. Als dat het geval is, verkoop ik de toko. Ja. En dan help ik nog heel graag mee met missie, visie en impact. Mm-hmm. Maar dan moet er een andere CEO plaatsnemen op die stoel. Ja. Dus op het moment dat er iemand is beter geschikt is dan wat ik nu doe, staan we daar zeker voor open. Of je moet je toko verkopen, maar weet waar je energie van krijgt. Hey, en tot slot, als we kijken naar de toekomstplannen. Wat staat er, zeg maar, als je kijkt naar je agenda voor de komende, pak eens een jaar. Laten we niet te ver vooruit kijken. Maar wat valt dan op die agenda? Waar ben je met name mee bezig? Het is met name hoe je die ambassadeurs nu kan gaan inzetten vanuit de coöperatie. En hoe je daar een mooi model mee... Eigenlijk hebben we nu gewoon een miljoen op de planken om echt kracht met het merk meer activistisch in te gaan zetten. De juiste mensen die we al hebben aangenomen of aan het aannemen zijn. En die allemaal als een soort van orkest samen die missie te laten leven. En voor het eerst ook echt dat je veel meer kan delegeren. Mm-hmm. Dus je zet de grote lijnen uit en ga jouw ding maar doen. En daar zitten we nu op. En dat is een heel nieuw hoofdstuk. Waarbij je dingen nog meer gaat loslaten. En vertrouwt. Jawel, ja. Hmm. Ja. En dat is in de eerste paar maanden altijd eventjes van, oh, klopt dat wel? Maar vaak, als je de juiste mensen aan boord hebt, dan verrassen zij jou. En dan hoef je nergens meer over na te denken. Of te vragen of te checken. Hmm. Want dan komen ze bij mij checken van, wat vind je hiervan? En moeten we niet dit en dit doen? En dan weet je dat je de juiste mensen hebt. Ja, boeiend. Dus dat is super tof. En internationalisatie. We zijn met een aantal hele grote afnemers bezig, internationaal. En we zijn met de Tesco's en de Sainsbury's en de Waitrose bezig in Engeland. Datzelfde geldt voor de andere landen. We zijn met master franchise-nemers bezig voor uitrol internationaal. Dus de rebranding zijn we aan het doen. Dus dat meer activistische, plantaardige, dat impactvolle, dat moet ook in de barns terugkomen. Dat je als je daar komt, dat is het uithangbord. Ja. Dan word ik geïnspireerd. Dan denk ik, wauw, vet, ik ga thuis ook meer plantaardig eten. Ja. Een beetje zo. Dus we hebben zoveel te doen. World dominance, zeg ik. Ja, stap voor stap, land voor land. Maar de potentie is er, absoluut. Mm. Ja. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier bovenal. En dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, heel graag gedaan. En dankjewel voor weer het kijken of luisteren naar een 100% ondernemersverhaal zoals ik ze zo graag maak hier op CVD-TV. Zeg jij nou van ja, dat vind ik ook tof. Abonneer dan op ons YouTube-kanaal of abonneer je op ons podcastkanaal. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.